Dit is Norika Toda, de Japanse. De nummer 6 van het klassement na 3 afstanden en toch gaat onze belangstelling met name uit naar de mevrouw in de binnenbaan. Xiaobo Ye, hier is ze, uit China. Zij is de nummer 2. En zij zal 43 honderdste van een seconde sneller moeten zijn dan Monique Garbrecht, die zojuist die prachtige 1.21.26 realiseerde om alsnog de wereldtitel binnen te kunnen halen. Dat lijkt voor Ye een moeilijke opgave. Haar persoonlijk record staat op 1.22.77, terwijl het publiek alvast jubelt in de richting van deze Monique Garbrecht, waarvan men veronderstelt dat zij de nieuwe wereldkampioen is. Maar eerst nog Ye. Ye ook 2 jaar bijna dan uit competitie geweest, omdat ze geschorst was vanwege dopinggebruik in 88. Maar nu toch heel sterk teruggekomen. En zij moet alles geven om Garbrecht te pakken. 18.75 is al 2/10 langzamer dan de Duitse in de vorige rit. En 19.28 voor Toda. Wat Ye wel gisteren deed, was een ontzettende goede laatste ronde rijden. Tussentijden waren toen ook langzamer dan de rest, maar die laatste ronde was echt de snelste van iedereen. Ja, dit gaat rechtstreeks om het kampioenschap, want we mogen toch met de prestatie van Garbrecht in het achterhoofd niet verwachten dat Christina Aftings nog in het geweld om de eerste plaats zal weten te mengen. Garbrecht 48-69, 49-31 voor Ye, 17e seconde daarachter, bijna. En dat betekent dat ze wel een super snelle laatste ronde zou moeten rijden om nog wereldkampioen te kunnen worden. Dat is bijna onmogelijk. Toda blijft redelijk in de buurt, maar ook voor haar geldt dat ze de laatste buitenbocht heeft en dat het verschil dus ten opzichte van Ye normaal gesproken alleen maar groter wordt. Ye, die ook moeite heeft met het laatste stukje nu, 1.20.82 moet rijden om wereldkampioen te worden. En dat lukt dus niet. 1.21.88, en dat betekent dat aan grote mate van zekerheid Monique Garbrecht de nieuwe wereldkampioen sprint is geworden.